Het is eindelijk zover. Call of Duty Advanced Warfare heeft nu zijn eigen e-sport toernooi hier in Amsterdam. Georganiseerd door Anicent. En zij hebben maar liefst 16 teams vanuit heel Europa opgetrommeld. Om te vechten en te schieten voor maar liefst 5000 euro. Wij van XGN zijn official media partner. En ik hoor al dat het evenement zo ieder moment gaat beginnen. Dus ik stel voor, laten we naar binnen gaan. Alle 16 teams hebben zich aangemeld en worden toegewezen naar één van de drie wedstrijdtafels of de mainstage. Op deze vier plekken worden de wedstrijden uitgevochten in de modes Uplink, Search and Destroy, Capture the Flag en Hardpoint. Het team dat de best of three pakt, wint en stroomt door naar de winners bracket. Het thuisfront wordt gerepresenteerd door 8 Nederlandse teams, maar de trekpleister van het toernooi is toch wel het Engelse Epsilon, dat meerdere overwinningen op zijn naam heeft staan. Het Belgische Equidox speelde een harde eerste match Hardpoint en won met 2-0 van de Duitse Mysterious Monkeys. Ja, de eerste game hebben we gespeeld, ging goed. Hardpoint 250 om 42 en de SND was 6-3, dus gaat goed. Zeker. Zo meteen tegen Energize en daarna komen we Millennium tegen, dus dan is het weer van vorige week. Hè? Dus gaan we weer meemaken. Kan je misschien iets vertellen over je functie als coach? Wat komt er zoal bij kijken? Mijn functie als coach, wat bij dit team heel erg is op het moment dat ze down zijn. Dan spelen ze ook heel slecht, dus ik ben er zeker om te zorgen dat die jongens gefocust blijven, dat ze hun best doen. Ik herinner ze aan de rotaties, aan call-outs help ik ze mee. En ja, op die manier zorgen dat we winnen. XGN is mediapartner van het Anicent Call of Duty Advanced Warfare toernooi. Mede-eigenaar XGN Hugo Welkers legt uit wat de samenwerking inhoudt. Wij zagen gewoon enorme potentie in hoe zij dat neerzetten. En dat hebben ze zich nu ook dan wel bewezen dat ze iets moois kunnen neerzetten. En ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat wij dat als media ook ondersteunen. En zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weten dat er zo'n toernooi is. En dat juist die e-sports teams ook ondersteund worden door community. En dat dat steeds groter wordt. Want ja, e-sports is gewoon echt booming nu. Epsilon won en kwalificeert zich hiermee voor de finale match tegen Serenity, dat zich uit de losers bracket weer helemaal omhoog heeft gewerkt. Het belooft een spetterende finale op te leveren. De finale is gespeeld. Epsilon heeft Serenity verpletterd met 3-0. De Engelse jongens van Epsilon hebben alle wedstrijden gewonnen op het Anicent Call of Duty toernooi in Amsterdam en gaan terecht met 2500 euro aan prijzengeld naar huis. De tweede plaats gaat naar het Engelse team Serenity en winnen 1500 euro. En met een prijs van 1000 euro gaat het brons naar het Franse topteam Millennium.